Als er iemand ballen heeft in de Nederlandse mediawereld, dan is het AD-opperdiva Angela de Jong wel. Ze kan van tevoren al uittekenen welke scheldkanonade Gordon op haar af zal vuren, maar dat weerhoudt haar er niet van om van haar hart geen moordkuil te maken en een eerlijke column te schrijven over zijn nieuwe relifesoop op SBS6. En een eerlijke column ontaart in dit geval in een medogeloze column. Sterker nog, Angela heeft nog nooit zulke pittige kritiek geuit op de geplaagde entertainer. Ze noemt Dit Ben Ik, Gordon, zoals de soapserie heet, een schitterend document waarin de teloorgang van een B-artiest in al zijn gruwelijke facetten te zien is. Drank en drugs maken meer kapot dan je lief is, vervolgt Angela in haar straffe AD-stuk. Hij deurt in die docusoap zijn hoofd tussen een stel nebborsten van een meisje van plezier op een jacht in Dubai, op het zieligste verjaardagsfeestje dat ik ooit heb gezien. Het stoort Angela hoe Gordon zijn Sri Lankaanse butler rondcommandeert, en vindt de bewering dat hij zo graag in Dubai is vanwege de anonimiteit ongeloofwaardig. In de supermarkt aldaar vestigt hij namelijk alle aandacht op zich door, keihard, te zingen. Om nog maar te zwijgen over de zielige ontboezemingen over zijn seksleven op zijn 56ste. Gordon heeft Angela in de soap flink uitgescholden, volgevreten kop, maar dat vat ze niet persoonlijk op. Ze spreekt van, gescheld op alles en iedereen die niet automatisch meegaat in de riedel hoe geweldig hij is. Het is volgens Angela, één grote treurige schreeuw om aandacht. Een wanhopige poging om nog relevant te zijn in een wereld die hij zegt te verafschuwen, waarin hij al jaren continu ruzie maakt met alles en iedereen, maar waar hij o zo graag bij wil horen en al helemaal niet wil accepteren dat diezelfde wereld al lang niet meer op hem zit te wachten. Gor gedraagt zich volgens haar als een kleuter die alleen maar: Kijk naar mij, roept. Als de kijker het niet doet, blijven alleen twee hondjes over en de al eerder genoemde bediende. Wat Angela nog het ergste vindt? Dat Gordon niet tegen zichzelf in bescherming wordt genomen. Ze heeft het dan in het bijzonder over John van den Heuvel, die deze serie produceert. En die hem willens en wetens op deze treurige manier in beeld brengt en dat bij Renze aan tafel voor zijn eigen geweten nog goed praat ook. Waarom? Omdat hij er een paar centen aan verdient. Hoe zielig. Net als John de Mol, die hiermee de ruimtes tussen de reclameblokken vult, zegt ze. Gratis maar welgemeend advies aan Gordon. Met zulke vrienden heb je helemaal geen vijanden meer nodig. AD-verslaggever Jeffrey Stevens vindt het een pittig stuk. Dit leidt ongetwijfeld tot een ongekend smerige tegenaanval. Na deze column komt het echt nooit meer goed tussen die twee, schrijft hij op X. Joost Meijburg, sterredacteur bij RTL Boulevard, deelt een pluim uit aan Angela. Spijker op zijn kop, schrijft hij op zijn analysekanaal Kijk op Kijkcijfers. En de lezers van Angela? Die sluiten zich volledig bij haar aan. Heb John van de Heuvel bij Renze gezien? Tenen krommend, wat heeft deze man zich verlaagd, zegt de een. En de ander, de definitieve knockout van Gordon.